Eind november trok N-VA-senator Karel van Lauwe als verkiezingswaarnemer voor het ANWEPA naar Congo. Op 24 november werden er in het land presidents- en parlementsverkiezingen gehouden. Pas voor de tweede keer sinds Congo in 1960 onafhankelijk werd. De delegatie kreeg eerst een algemene briefing op de Belgische ambassade in de hoofdstad Kinshasa, waar de spanningen tussen de aanhangers van huidig president Joseph Kabila en die van oppositieleider Etienne Tshisekedi duidelijk voelbaar waren. De dag van de verkiezingen zelf bezocht Karel van Lauwe talrijke kiesbureaus in en rond de stad Lubumbashi. Speciaal voor Actua TV maakte de N-VA een uitgebreid reisverslag. Goedemorgen, mijn naam is Karel van Lauwe. Ik ben N-VA-senator en ik ben op dit ogenblik, vandaag zijn we 25 november, en ik ben in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Ik ben hier als waarnemer voor de verkiezingen die plaats zullen vinden op maandag 28 november. Wij moeten namens de Kamer en de Senaat de waarnemingen doen van deze verkiezingen om na te gaan of alles eerlijk en democratisch verloopt. Met de equipe van de verkiezingswaarnemers verblijven wij in Kinshasa in het Grand Hotel. En morgen, namelijk op 26 november, vertrekken wij naar de verschillende steden. Zelf ga ik naar Lubumbashi. Hier ziet u beelden van het Grand Hotel in Kinshasa. Dit zijn de verschillende organisaties die verkiezingswaarnemers sturen naar Congo. Onze delegatie is aangesloten bij AWEPA. Er is ook een Zuid-Afrikaanse organisatie. Verder zijn er van het Europees Parlement waarnemers en dan zijn er eveneens van het Carter Center. Overal in Kinshasa ziet men zeer veel affiches, spandoeken voor deze verkiezingen. Opvallend veel van de huidige president Kabila. Het is voor de tweede keer in de geschiedenis van Congo dat er verkiezingen zullen plaatsvinden. Na de onafhankelijkheid van Congo, thans reeds 50 jaar geleden, zijn er slechts voor de eerste keer verkiezingen geweest in 2006. En toen heeft Kabila de verkiezingen gewonnen. En nu, 2011, vijf jaar na de eerste verkiezingen, vinden voor de tweede keer in de geschiedenis van Congo democratische verkiezingen plaats. Het is onze taak als waarnemers om te controleren of deze oprecht, correct en democratisch verlopen. Voor de presidentsverkiezingen zijn er 11 kandidaten. Joseph Kabila is de huidige president en hij is opnieuw kandidaat voor deze verkiezingen. In de campagne verwijst hij telkens naar Les Cinq Chantiers, de 5 werven die hij heeft opgestart. Dit is het campagnekantoor van de partij van Joseph Kabila. Bovendien zijn er ook parlementsverkiezingen en daarvoor zijn ongeveer 18.000 mensen over heel Congo kandidaat. Het stembiljet zou bestaan uit meer dan 50 bladzijden, omwille van het feit dat er zoveel kandidaten zijn voor de parlementsverkiezingen. Hier ziet u bijvoorbeeld dat men moet stemmen voor een kandidaat die het nummer draagt 800. Soms staat zelfs de pagina vermeld waarop de kandidaat op het stembrief staat aangeduid. Op vandaag is er nog geen zekerheid dat de verkiezingen op maandag 28 november zouden doorgaan. We wachten nog steeds op bevestiging van het officiële Congolese kiesbureau. Is dat dan goed? Je l'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà rencontré en Belgique. Il y a trois mois. Il était en Belgique. Tshisekedi. Zo, de eerste dag als verkiezingswaarnemer in Congo zit erop. We zijn vandaag dus 25 november. De verkiezingen vinden dus plaats op maandag 28 november. Vandaag hebben we een briefing gekregen door de ambassadeur die ons toelichting heeft gegeven wat wij allemaal precies moeten doen als verkiezingswaarnemer. Hij heeft ook de politieke situatie enigszins uitgelegd.
gewezen waar de moeilijkheden kunnen zijn, waar spanningen kunnen bestaan. Het was een zeer boeiende dag. We hebben heel veel uitleg gekregen. Nadien hebben we een rondleiding gekregen in de stad. En zoals dus uit de vorige beelden bleek, raken de gemoederen toch af en toe wel eens verhit en leeft het enorm bij de bevolking, de presidents- en zeker ook de parlementsverkiezingen. Morgen zaterdag, dan zijn we dus 26 november, dan vertrekken de verschillende equipes naar de afzonderlijke steden en ik vertrek dus morgen heel vroeg om 7 uur reeds naar Lubumbashi. In Kinshasa zou morgen zowel Kabila, dus de huidige president en de een van de favoriete kandidaten, evenals Etienne Tshisekedi, zijn uitdager, een van de belangrijkste oppositiekandidaten, naar Kinshasa komen en ongeveer op hetzelfde ogenblik een meeting geven. Dus het kan zijn dat het morgen wel in Kinshasa spannend zal worden. Hier zijn we op de internationale luchthaven van Kinshasa. Straks moeten we dus het vliegtuig nemen naar Lubumbashi. En onderweg hebben we dus heel wat geëxciteerde Congolezen gezien die Etienne Tshisekedi verwachten. Hier voor de luchthaven staan enkele duizenden mensen om hem te verwelkomen. Vermoedelijk zal hij hier straks aankomen. Een VN-waarnemer die eveneens naar Lubumbashi moet vliegen, vertelde ons dat hij niet met ons vliegtuig mag meevliegen, maar via een andere, zelfs internationale vlucht moet vliegen, omdat de luchtvaartmaatschappij waarmee wij vliegen, een Congolese luchtvaartmaatschappij, op de zwarte lijst van de Verenigde Naties staat. Dus dat kan nog spannend worden. We zitten hier nog steeds op de luchthaven van Kinshasa. We wachten voor het vertrek naar Lubumbashi en krijgen net bericht dat het vliegtuig een uur vertraagd is. En dat we pas om 14 uur zouden vertrekken richting Lubumbashi. Hier ziet u de collega's. Samen met mezelf, dus Karel van Louwe, zitten wij in de ploeg die als verkiezingswaarnemer zullen optreden in Lubumbashi. Dat is het vliegtuig waarmee wij naar Lubumbashi vliegen. Eindelijk gaan we instappen. Na dus een lange vliegtuigreis zijn we dus vanuit Kinshasa vertrokken en aangekomen in Lubumbashi. We zijn vandaag zondag 27 november. Morgen is het maandag 28 november en dan vinden de presidents- en parlementsverkiezingen plaats. Vandaag gaan we met het consulaat afspreken welke kiesbureaus wij gaan bezoeken. De Belgische consul en de Belgische diplomaat die verantwoordelijk is voor ontwikkelingssamenwerking gaan ons bijstaan in onze missie en zij gaan ook de verschillende kiesbureaus aanduiden waar wij morgen de waarnemingen moeten doen. Wij zijn nu vertrokken met onze chauffeur uit Lubumbashi en wij gaan naar verschillende kleine kiesbureaus in kleine dorpjes rond Lubumbashi. Vandaag dus zondag 27 november is het de bedoeling om de weg te verkennen zodat we morgen, de dag van de verkiezingen, de kiesbureaus gemakkelijk kunnen terugvinden. Ook hier dus in Lubumbashi ziet men voortdurend verkiezingsaffiches, spandoeken en mensen die enorm geïnteresseerd zijn in de verkiezingen. Men verwacht zeer veel van de verkiezingen. Lubumbashi is een iets minder drukke stad dan Kinshasa, maar het is vooral de bedoeling dat hier de kleine dorpen in de regio van Lubumbashi, maar niet echt in het centrum van de stad, zullen bezoeken. Dit is een kiesbureau in het dorpje Kawama, École Primaire Kawama. Dus nog altijd de regio Lubumbashi. Je ziet reeds de kieslijsten die uithangen en heel wat mensen zijn dit reeds aan het kijken. Hier zijn we in een kiesbureau in Balou. Dit zijn de urnen, maar een dag voor de verkiezingen heeft men nog steeds niet de stembrieven ontvangen. Dus men hoopt nog dat er vandaag kiesbrieven zullen binnenkomen. Hier zijn we opnieuw in een stembureau. Men heeft ook nog steeds niet de kiesbrieven ontvangen. Maar men verwacht ze wel vandaag.
dit zijn de kieshokjes in dit kiesbureau. Op die manier hebben de mensen toch enige privacy om te stemmen. Hier zijn we nog steeds op de hoofdbaan van Lubumbashi naar Kasinga. Dit zijn zeer goede straten. De zijstraten, dat is iets totaal anders, maar dus die hoofdbaan is een zeer goede staat. Onze chauffeur Adel vertelt ons dat die zijn aangelegd door Chinese ondernemingen. Hier zijn we opnieuw in een klein dorpje, Lumumba. En het kiesbureau is hier in een centre de santé et maternité. Malambwe noemt het dorpje, Malambwe. En dit gezondheidscentrum zal tijdelijk worden gebruikt als kiesbureau.